Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe unboxing. Dit is dus ja een unboxing video. Want ja, omdat ik laatst al heel dag, dus ik dacht van nou ja, het is één keer zelf tijd met unboxing. Dus ja, laten we maar beginnen. Ik maak nou de doos open. En dan komen we dus een papier tegen. Met niks erin, dus die kan aan de kant. Dit is dan de vacature. Nou ja, even kijken of alles klopt. Eén keer advent, één keer schap. Ja, komt al een mel. Dan, dit is dan de adventskalender van de Horse Club. Dit is de adventskalender van de Horse Club. Daar ga ik dus ook elke dag weer. Die gaat dus dan in de begin ik dus december pas mee. En dan zodra 1 december is. Dit zit er allemaal in. Ik weet natuurlijk niet in welk vakje. Natuurlijk, want ja. Dat is natuurlijk een verrassing. Dus dit zit er allemaal bij. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ja. En hier komt sowieso ook elke dag een vakje open. Ja, dus ja. Vind ik eigenlijk wel leuk. En ja. Er zit ook exclusive ding bij. En los voorbeeld volgens mij. Nou, laten we nou maar naar het laatste dingetje gaan. Het laatste dingetje, dat zit hierin. En sorry voor het gekraak. En voor de rest liggen er nog van die ja, boekjes. Maar die krijg je dus elke keer. Ik zie al wat het is. Wie weet, zien jullie al wat het is? Zet je leven pauze lekker. Het is een schaapje. Want ja, deze heb ik dus als model voor Amber. Want ja, Amber is natuurlijk mijn fleslammetje. En die wordt straks gewoon groot. Die is straks ook groot. En op haar verjaardag maak ik dan haar model. Maar ik moet alleen nog even een klein staartje bij gutsen, zie ik. Nou ja, en voor de rest, ja, vind ik, zit ook wat meer behang bij de pootjes, maar goed. Maakt op zich ook niet veel uit. Ja, schaapje is een schaapje. Model komt uit 2013. Voor degene die het dus willen weten, als het ware. Maar ik repaint, ja, maar eigenlijk mijn andere spul eigenlijk zelf. Dus ja, die oogjes zijn ook, dit zijn dus de ogen. Ja, ik weet niet of die wil focussen, maar nou, ik wil nou niet focussen, want het is hier een beetje overbelicht. Maar ja, dus het schaapje. Ja, dus het schaapje. Dus ja. En ik denk dat er ook nog een video, een praatvideo over Amber komt. Zeg maar, dus wat ik met Lisa heb gedaan. Maar dan ook met foto's. Dus ja, dit is Amber, haar volwassene model. Ja, Amber blijft niet klein. Nou, zie ik jullie dan wel weer. Doei! Tot de volgende video!